Arin Gerritsen, nu nog burgemeester van de gemeente Almelo. U bent voorgedragen als commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. Uh, van harte gefeliciteerd daarmee. Veel dank, Nico. Ik ben daar blij mee. Ja. En namens Avisi willen we u een bloemetje overhandigen. Nou, dat is geweldig. Kijk eens aan. Daar zie ik hem aankomen. Alsjeblieft. Dank. Uh, veel dank daarvoor. Dat, uh, dat bloemetje zegt denk ik iets over de relatie die we altijd hebben gehad hè? Uh, uh, met de, de redactie en de medewerkers van Avisi. En, uh, veel dank. Leuk. Ja. Wanneer hoorde u dat u bent voorgedragen, want u bent nog niet officieel benoemd. Nee, ik hoorde gisteravond, even over half negen werd mij verteld dat de staten van Flevoland, Provinciale Staten van Flevoland, mij hebben aanbevolen bij het kabinet om commissaris in de provincie Flevoland te worden. Voor aanvang van uw tweede amstermijn heeft u tegen Avicië gezegd dat u nog een taak te vervullen had. Hoe moet ik die woorden zien? Ja, er is altijd werk in het openbaar bestuur. Er is altijd werk in welke functie dan ook. En uh, op tijd weggaan bestaat niet. Hè. Je kunt, uh, er is altijd uh, iets wat nog niet af is. Er is altijd iets wat, uh, waar je nog aan gaat verder kunnen werken. Uh, en soms moet je dat ook gewoon loslaten. En uh, ja, op het moment dat er zich een kans aandient waarin je denkt dat je daar een bijdrage kunt leveren, die ook pakken. Kunt u zich voorstellen dat een aantal mensen zeggen van, oh, ik ben blij dat hij weg is. En anderen zouden het misschien jammer vinden dat u weggaat. Nou ja, kijk, als in het werk dat je, dat je doet, uh, kom je natuurlijk ook wel eens in situaties dat je wat minder populaire dingen moet zeggen of wat minder populaire maatregelen moet nemen. Dat hoort ook bij het werk van een burgemeester. Uh, dat slaat sommige mensen misschien ook niet onberoerd. Uh, en ja, daar moet je kennis van nemen. Uh, Overal hoop je uh, uh, in het werk dat ik heb gedaan, dat je een, een bijdrage hebt kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze fantastische stad. Wat was uw motivatie om te solliciteren naar deze functie? Nou, het is een hele aantrekkelijke plek, midden in het land, heel centraal gelegen. Een provincie ook die zich kenmerkt, enerzijds door veel verstedelijking, met name Almere, wat een hele grote stad is. Maar waarin ook heel veel innovatieve landbouw aanwezig is: visserij, natuurvraagstukken, mobiliteit, zowel over spoor als over de weg. Dus ja, het is een beetje de wereld in het klein en dat spreekt me wel aan. Ik kwam toevallig op de markt twee collega-wethouders van u tegen. Wat denkt u wat zij tegen mij gezegd hebben over uw vertrek? Nou, ik weet niet of ze er een goede grap over gemaakt hebben of wat of, of anders, maar... Beide. <laughs> nou, we, we hebben vanmorgen uh, met, uh, met het college even bij elkaar gezeten... ook om even met elkaar uh, dit moment te markeren. En uh, uh, ook van, uh, van, uh, van de wethouders, mag ik zeggen mijn wethouders... Uh, hoor ik uh, waardering uiteraard uh, voor, de, voor de stap. Felicitaties. Uh, en uh, nou, ik hoop dat ze me gaan missen. En dat is een goed teken, want ik ga hun ook missen. Ze hebben inderdaad gezegd dat ze u als teamspeler gaan missen. Ja, we hebben in uh, het college van Almelo kenmerkt zich door een enorm met teamspirit. Um, uh, dat geeft dit college ook kracht van werken en dat is ook nodig voor de ontwikkeling van de stad. Gelukkig met ruggensteun ook van de gemeenteraad en dat is ook noodzakelijk. Um, en die sfeer is heel kenmerkend voor hoe we de dingen met met elkaar in dit college doen. Kunnen je zich voorstellen dat een aantal inwoners van de gemeente Almelo zegt: Ach, net begonnen aan zijn tweede Amsterdammein en nu laat hij ons in de steek? Ja, ik, 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 ik zou het jammer vinden als ze denken dat ik ze in de steek laat. Uh, maar ik kan me voorstellen dat mensen denken: Goh, een burgemeester wordt toch voor zes jaar benoemd, dan blijf je toch zes jaar. De praktijk is eigenlijk uh, bij al mijn uh, soortgenoten, zal ik maar zeggen: uh, dat, dat het is geen vaste termijn. Uh, het is inderdaad zes jaar, maar er zijn uh, gevallen dat mensen tussentijds vertrekken. En ik tel daar natuurlijk ook mijn eerste zes jaar bij. Uh, als ik in, uh, eind oktober uh, Almelo verlaat, dan ben ik hier uh, ruim zeven jaar burgemeester geweest. En dat is denk ik een, een geschikte periode. Wanneer hoort u dat u officieel benoemd gaat worden? Ja, dat is nu aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die zijn verantwoordelijk voor de procedure. Want uh, u zegt terecht, het proces is nog niet afgerond. Dit is een aanbeveling, een voordracht. Uh, dat moet nog beklonken worden met een benoeming door, door de koning en door het kabinet. Uh, uh, dat is voorzien over de zomer heen. Ik kan me voorstellen dat u de komende maanden nog een speciaal programma heeft. Nou ja, het, werk, het werk staat niet stil. Hè? Ik, ik ben nog steeds gewoon vier maanden, de komende vier maanden in ieder geval burgemeester van de gemeente Almelo. Druk aan het werk met en voor de stad, met en voor de inwoners en bedrijven. Samen met de collegeleden, de raad en de organisatie. Um, en dat gaat nog wel eventjes door. Maar op een moment ja, dan ga je de dingen weer voor het laatst doen. Hè? Dat zijn van die, van die treffende momenten. Wat zou u nu tegen de inwoners van de gemeente Almelo willen zeggen? Nou, ik ben nog niet weg, dat is het eerste wat ik zeg. En, en het tweede is dat ik uh, de stad, de mensen, de, de, de sfeer die we met elkaar in de stad hebben, de wederkerigheid, de ondersteuning, uh, die zo typisch is voor onze, voor onze stad, onze, onze geweldige, goed verbonden uh, stad, waar heel veel mensen vrijwilligerswerk doen, waar heel veel mensen werk hebben, uh, waar heel veel mensen een bijdrage leveren aan wat we gezamenlijk allemaal zo van belang vinden, dat ik dat uh, als ik straks weg ben enorm ga missen. Ik wil u danken voor de vele jaren prettige samenwerking vanuit AFC naar u toe en ik hoop dat u de samenwerking ook prettig heeft gevonden. Ja, dat is geheel wederzijds. We hebben het denk ik mooie contacten gehad. Zowel langs de radiolijn als langs de televisielijn. Inhoudelijk goede gesprekken gehad. Ik denk met heel veel genoegen terug, meneer Kooi, aan de eindejaarsinterviews die we gehad hebben. Voor mij altijd een mooi podium geweest om te vertellen hoe ik tegen zaken aankeek. En ik denk voor Avisie ook altijd een mooi ontmoetingsmoment geweest. Tussen de media, de pers, die de gemeente kritisch moeten volgen, en dat gemeentebestuur aan de overkant van het kanaal. Ik dank u hartelijk voor de tijd die u heeft willen vrijmaken voor dit interview, want er zijn nog meer aanvragen heb ik begrepen. Ja, het is uh, 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 en dat is ook wel voorstelbaar. Het is een drukke dag voor mij vandaag. Ik dank u wel en ik wens u namens A-Visie heel veel succes. Dank je wel.